De Rotterdamse gemeenteraad heeft vandaag ingestemd met het plan voor een totaal vuurwerkverbod voor de stad. Vandaag maken we met elkaar een stap naar een nieuw oud en nieuw. Een oud en nieuw waarin iedereen weer welkom is in de stad. Waarin de nadruk komt te liggen op vieren en niet op geweld. Een oud en nieuw waarin we met elkaar genieten van mooie, professionele vuurwerkshows en veilig over straat kunnen. En natuurlijk is het niet zo dat het straks allemaal vrede op aarde is tijdens oud en nieuw. Maar om in de woorden van de politie te spreken, zonder vuurwerk is het beheersbaar en zonder vuurwerk is het controleerbaar. Het is niet zo dat vandaag nu ook het verbod echt definitief geworden is. Er is gestemd om het plan verder te gaan uitwerken. En dan moet er in april een nieuwe definitieve stemming komen over de daadwerkelijke invoering van het verbod. Nou, wil je meer over dit vuurwerkverbod weten of over andere onderwerpen die in de Rotterdamse Raad spelen vandaag? Dan kan je die informatie vinden op de app en natuurlijk op Rijnmond.nl.